Hey mensen van mijn kanaal, wat vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ja, ik had nog een ledstrip over, maar je ziet er helemaal niks van. Komt natuurlijk omdat ik felle lamp op me heb. Ja, dus dit is even flink mislukt. Je ziet er echt helemaal niks van. Jongens, wat een gezeur dit. In ieder geval, jullie hebben de titel gelezen. En jullie weten dat ik vandaag op haatreacties ga reageren. Ik wilde dit een paar jaar geleden ook al doen, omdat het toen echt een hype was. Dus ik pakte toen de camera erbij, opnames aan. Maar ja, ik kon geen haatreacties vinden. Ik heb ze niet, ik heb alleen maar fans. En eigenlijk heb ik nu nog steeds geen haters. Maar we gaan het toch doen, let's go. We pakken er een video bij die ik net heb geüpload, een vlog natuurlijk. Ja, dit is een hele leuke vlog, zeker even kijken. En ik heb hier een koken met Harm in gedaan. En ik zie dat ik daar wel vaker haat over krijg. Dus laten we die comments even doornemen. Oké, meneertje Echo zegt, kindjes in Afrika dromen van dat eten. En wat doe jij? Oké, ik ga me meteen even verdedigen. Ik ben misschien een tientje kwijt voor het eten. En het is inderdaad verspilling, geef ik eerlijk toe. Maar weten jullie dat gemiddeld elk huishouden 1/4 van hun eten weggooit? En ik ben over het algemeen best zuinig opgevoed. Dus normaal gesproken gooi ik bijna nooit eten weg. Behalve als brood dus verschimmeld is. Of ik doe een koken met Harm. En voor de rest eet ik alles op. Dus let eerst maar eens even op jezelf, hè, voordat je gaat oordelen. Jongen, wat een gezeur. En waarom moeten altijd die kindjes in Afrika erbij betrokken worden? Ik bedoel, de meeste landen in Azië zijn ook f***ing arm gewoon, hè. Ja, dan heb je nog zo'n comment. Lars van den Bos, verneuk geen etend, zegt hij. Ja, maar Lars, let eerst maar op jezelf. Ik weet 100% zeker dat jij ook heel veel eten verpest. Het komt zoveel voor en de meeste mensen hebben het niet eens door. Dan eten ze heel veel en dan zijn ze vol. Natuurlijk zijn ze vol. En dan hebben ze nog een rest liggen en dan denken ze, ah, dat gooi ik gewoon lekker weg. Ja, uiteindelijk verspil je dan evenveel als ik, hoor. Alleen ik knikker het meteen allemaal weg. Nou, dan hebben we een comment van SSS Harm. Ik weet wie je cameraman is. Het is eigenlijk geen haatcomment, maar het is gewoon iemand die denkt dat hij alles beter weet. Ja, het is Jeroen. Duh. Dat weet iedereen volgens mij inmiddels al. Dan Jesse is here. Koken met Harm is kut en cringe. Stop. Nou, heel veel andere kijkers vinden koken met Harm leuk en die leren er tenminste wat van, ja. Ja, en dan zegt Milo van der Veer. Ew, Harm is vies. Ja, hoezo ben ik nou weer vies, jongens? Ik heb me net geschoren. Ik heb net lekker gedoucht. Ik ben hartstikke fris juist. Wat ben jij een hater, jongen, Milo? Jongen. Kirk. Ja! Ja, dat was Mark van Gekke Marken. Die kwam even langs. Binnenkort komt het trouwens allemaal op mijn kanaal. Super chill. Nou, weet je wat? Ik ga even naar een andere video toe, jongens. Oh, ja, ik weet nog wel een leuke, hoor. Dit is een ARK video. En hierin ging ik Link raiden. Je ziet het al, een einde maken aan Link Tijger. Nou, en hier kreeg ik ook nog wel wat haat op. En daar heb ik nooit op gereageerd. Dus laten we dat nu even gaan doen. Wat doe je nu, Harm? Link heeft daar zo lang aan besteed. En jij gaat al zijn dino's doden. Ik ga onabonneren. En mijn vrienden ook. Ja, ten eerste heb je wel vrienden, want Oké, dat is gemeen van, mij. Ik moet wel aardig blijven tegen mensen, ook al zijn ze niet aardig tegen mij. Zeg maar lekker tegen je vrienden dat ze unsubben dan, hè. Ik heb toch nog 4 ton andere mensen. Ja, voor de mensen die deze video trouwens nog niet gezien hebben, ja, check hem ten eerste sowieso even. Ik ging dus met Don naar Link toe en we gingen hem raiden. En we hebben nog een comment van gewoon Denise. Oké, ik begrijp het dat je boos bent, maar dit, ik ben echt f***ing boos op jou. Harm, jij hond, echt bloedhonden zijn jullie twee. PS, ik begrijp dat het roleplay is. Waarom ga je dan... Wat denk? Oké, je snapt dat het roleplay is, maar waarom ga je dan alsnog zo haten? Wat een onzin! Denise, jij bent een beetje gek in je kop. Weet je wat je mag doen? Je mag lekker weggaan. Je hoeft niet meer te abonneren, mij. Ik hoef jou als abonnee niet. Jongen. Jullie zijn echt zielig. Hij is in zijn eentje. Ja, maar hij begon, dus ga nou niet zo haten dan. Jongen. Ja, Anouk ook. Ik haat jou, klootzak. Oh nee, ik haat you. Ik haat you, klootzak. Waarom doe je ineens een random Engels woord? Anouk, doe even normaal. Ja, en ook Levi, kut, Harm. Waarom 3 keer kut, man? Doe even normaal. 1 keer is genoeg, hoor. En dan ook gewoon een comment van GamerNL, die zegt lul. En die heeft ook gewoon 53 duimpjes omhoog. Jongens, waarom nou? Come on, het is een spelletje. Kom op. Stomme kut, doe dat gewoon niet. Dit is kut om te kijken. Doe dat gewoon niet, hoor. Dit is kut om te kijken. Geweldig. Dan heb ik ook een comment van Sneaking met een foto van Don. En die gaat haten op ons, terwijl Don ook gewoon mee raiden. En diegene is blijkbaar wel fan van Don. Dus ik vind het een beetje raar. Vuilaat kerker. Wat betekent kerker? Wat bedoel je met kerker nou weer? Ik snap er helemaal niks van. Deabonneren, jij weet niet hoeveel werk Link heeft gedaan aan die dino's. We gaan u... terugpakken, vuile fucking klootzak. Hey, dankjewel, hè, dankjewel. En dan gewoon even een random comment van Nico de Boer. Homo. Homo. Ja, en ook gewoon 54 duimpjes omhoog. Het doet echt pijn, jongens. Ik voel hem, hoor. Ik voel hem. Dan een comment van Jesse Kolk. Jij bent de grootste klotzak van heel Nederland. Nou. Hey, dankjewel, hè, dankjewel. Ja, dan eentje van Knolpower Fien. Hij deed het niet ex... Ik...
Express. Nice. Goed geschreven. Heel erg goed. Duimpje voor jou. Er is ook iemand die zegt, Harm is dood. Rip kanaal. Hoezo rip kanaal? Met deze video heb ik kapot veel views gevangen. Ook heel veel geld verdiend. Even dat je het weet. Mijn kanaal gaat momenteel zo lekker met die vlogs. En ook met de ARK video's. Ik heb mijn beste maand ooit. Hey. Ja, dat vind je niet echt leuk, hè? Maar het is toch zo. Tjongejonge. Ik kom wel echt als een flikker over nu, maar dat maakt me helemaal niet uit. Jullie zijn haters, dus jullie verdienen het. Stel dat je klootzakken dat jullie zijn. Natuurlijk heb ik op deze video ook super veel positieve comments. En iemand zegt bijvoorbeeld, yo, leukste ARK aflevering ooit. Dus al die comments van, fuck jou, we sterven, ga dood en krijg een ziekte of zo. Nou, dat is wel geinig om dat er tussendoor te zien. Dan is er ook iemand die zegt, doe niet, Harm. Doe gewoon niet. Ja, ik heb het al gedaan in die video. Jongen, jongen. Ja, oké, de laatste comment onder deze video. Lotte Sas, die zegt, stop met je kanaal. Je hebt geen vrienden, lul. Kijk, over het algemeen, die haatcomments doen me niks. Maar zij heeft blijkbaar gewoon door dat ik geen vrienden heb. En dat raakt me gewoon, want dat is gewoon echt waar. Dus wil je daar alsjeblieft niet weer mee spotten? Dat vind ik echt niet leuk. Ja, ik heb natuurlijk ook een video gemaakt dat ik ben gestopt met school. En daar kreeg ik ook nog wel een beetje commotie over, hoor. Dus laten we daar ook even naar gaan kijken. Heb je die video trouwens nog niet gezien? Check die dan zeker ook even. Ik zet hem niet in de beschrijving. Zoek hem maar lekker op. Ik krijg meteen een comment van Gert. Gert! Ja, Gert! Ja, die is ook in de puberteit heel erg leuk. Sorry, maar als je gewoon één maandje had geleerd voor de tentamens, had je gewoon een backup voor de rest van je leven. Eén maandje! Nou, zal ik het jou even uitleggen? Als je dit trouwens niet begrijpt, je moet echt even de video kijken, want daar leg ik het perfect aan uit. Blijkbaar heeft Gert niet goed opgelet, want Gert is in de puberteit. En je zegt van, als je gewoon één maatje had geleerd voor je één maatje. Gert, zo zit dat niet. Je kan niet zomaar één maatje even leren. Als je gewoon 2 jaar niet gewend bent om echt keihard te leren, dan lukt één maatje ook niet keihard grinden. Echt niet. Maar goed, ik ga het gewoon niet uitleggen, want je snapt het toch niet. Dus laat ook maar gewoon lekker zitten. Als je letterlijk één maand langer had geleerd, had je een VWO-diploma. Dit is gewoon net zo dom als al die andere YouTubers die stoppen met school, want jij doet nu alsof je een ander geval bent. Nee, ik ben geen ander geval. Ik ben ook gewoon een sukkel die gestopt is met school. Wil je dat horen? Wil je dat horen, hè? Jong, jong. Dan heb ik ook gewoon een vet random comment ertussen. Harm, je bent een held. Je bent gestopt met school. Wie wil dat doen niet? Je hebt je eigen pilsies. En je maakt wat van je leven. En doet wat je leuk vindt. Harm, je hebt het goed voor elkaar. Je bent een baas. Duimpje voor jou. Nou, ik wil niet zeggen dat als je stopt met school, dat je dan pas iets van je leven kan maken. Dat kan anders ook wel. Je kan ook gewoon je school afmaken en het topleven hebben. Dat kan prima. En dan ook iemand die zegt van, mooi gesproken, Harm, dat zijn woorden. Geen woorden, maar daden. Stoppen met school. Let's go. Dan zegt Corné, als je overal scheid aan hebt, wil je dan ook vertellen hoeveel je gemiddeld aan één ARK-video verdient? Nou, omdat je een hater bent. Nee, oké, ik weet niet of hij een hater is, maar deze video gaat wel over haters. Dus 3 bitcoin, ja, en dat ik verdien meer dan je pa. Jongen, jongen, jongen. 3 bitcoin per ARK-video. Nou, reken uit hoeveel dat is. Heel erg veel geld, hoor. Ja, dat is echt zo. Over bitcoins gesproken trouwens. Ik zie hier een comment van, maak een video over jouw bitcoin die je bijna hebt. Ik heb serieus aardig wat geld in bitcoin gestopt. Ik zou het ooit wel iets in de vlog van kunnen verwerken, dus hou de vlogs goed in de gaten. Ik merk wel dat er vet veel mensen interesse in hebben. Ik weet trouwens niet of ik dit als haatcom moet opvatten, maar wow, je hebt nu meer tijd voor je kanaal. Ja, maar had je dat al niet door of zo? Ik uploadde eerst iets van 4 video's in een week toen ik nog op school zat en nu is het echt 6, 7 of zo. En het zijn ook allemaal vlogs en daar zit vet veel tijd in, dus ja, had je dat echt serieus niet door? Ik vind het niet leuk dat je dat zomaar zegt, hoor. Doe even je research voordat je een comment plaatst, ja? Dan is er ook een comment van, je was er bijna, man. YouTubers worden nu nog goed betaald, maar YouTube blijft een onstabiel platform wat zo om kan slaan. Wat als je moet switchen en je geen diploma hebt om een andere goede baan te vinden? Het lijkt net alsof je over de koers van de bitcoin hebt. YouTube kan niet zomaar omslaan. Waarom? Bedenk er eens een reden voor. Ik snap niet precies wat je bedoelt. Jongen, jongen. Dan is er ook iemand die zegt van, yo, Harm, ga me uploaden. Nu heb je tijd over. Ja, wat verwacht je van me, jongens? Jongen, jongen, jongen. Ik upload al kapot veel. Ik ben de hele dag bezig met mijn YouTube. Abonneer eerst maar even en dan mag je weer meer vragen, ja? Fuck haters en drink heel veel pilsjes. Ben ik met je eens, Patat Games? Ben ik met je eens. Mooie naam trouwens. XXL Gaming zegt dat ik een alcoholist ben. Dat vindt hij echt zo. Ja, dat is echt zo. Ik ben echt een alcoholist. Ik drink echt kapot veel bier de hele dag door. Ik heb toevallig hier weer een pilsje staan, ja. Dan is er ook iemand die zegt van, jouw juf spoort niet. Met dan stop je maar met YouTube. Zij moet haar bek houden. Ten eerste is het een docent. Ik zei voor de grap een juf, maar leuk dat je er zo in meegaat. Zij moet haar bek houden. Ja, ga je er gekomen, ik ga er verder niet op in. Gewoon lachen, ja. Gewoon lachen, gewoon genieten. T-boy Pogba, die zegt van, als hij school had afgemaakt, dronk hij niet zoveel. Ja, ik drink heel veel. Ik drink ook heel veel water zo op een dag. Het moet, het is goed voor je. Drink veel. Stay hydrated, kids. William den Boer zegt ook, mijn middelbare schoolstory is exact hetzelfde.
hetzelfde. Maar nu ben ik wel heel erg benieuwd, hè. Ik heb echt een reden ervoor. Ik bedoel, ik heb op zich wel een goede baan nu. Ik heb mijn eigen bedrijf. Maar wat heb jij dan? Heb je een eigen bedrijf of zo? Laat me even weten. Ik ben benieuwd. Er is ook iemand die zegt van lol, over 5 jaar is Harm dood door de pilsjes. Zo even normaal, jongen. Dat raakt me echt, hoor. Nu mag ik gewoon geen pilsjes meer drinken. Jongen, jongen. Harm is fucking stom en ik ga dislike. Ga lekker dislike, hè. Hater dat je bent. Ga lekker weg, hop, hop, hop. Dan is er weer een persoon die flink aan het opscheppen is. Namelijk Steven. Ik had 55 op een Cito, kappa. Nou, hey, goed zo, jongen. Ja, lekker bezig, hoor. Die ouders zijn vast trots op je. Maar heb jij ook een YouTube-kanaal? Nee, dat dacht ik al. Heb je niet, hè? En van de volgende comment weet ik ook niet of het haat is of niet. In ieder geval, diegene zegt, lul, waarom ben je zo grappig? Nou, dat is eigenlijk negatief en positief. Ja, ik ben een lul blijkbaar, maar ik ben ook grappig. Nou, in ieder geval, dankjewel. Ik vind het wel een compliment. Ik pak hem en ik steek hem in mijn zak. Dankjewel, hè. Oh, ik dacht echt even, hier komt een flinke haatcomment. Iemand zegt, Harm. En dan moet je natuurlijk op meer weergeven klikken. En dan doe ik dat en dan staat er ineens, je bent mijn voorbeeld. Nou, top, dankjewel, hè. Ook iemand die zegt van, joh, dronk je tijdens je school al pilsjes? Nou, heel veel pilsjes hoor, heel veel. Oké, jongens, even een afsluitcomment. Iemand die zegt van, yo, zo slim ben je niet. Als je kijkt naar de video 10 manieren om op een scooter te rijden. Ja, dat is een echte fan. Die kijkt heel lang volgens mij. Want dat is echt een video die ik echt super lang geleden al heb geüpload. En daar was ik niet super slim. En als je de video trouwens wilt zien, moet je hem even checken. Gewoon lekker opzoeken, 10 manieren om op een scooter te rijden. Nee, hij zegt dat ik niet slim ben. Nou, dankjewel, hè. Dankjewel. Hier wil ik het in ieder geval bij laten, jongens. Bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog en abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie wel de volgende keer. Dus tot de volgende keer. En drink niet te veel pils later.